Yo mensen van Mafia Games, welkom bij de eerste video die ik maak. Ik ben hier met... Met mij, Mike. Ja, hij vond het leuk om mee te doen met de eerste video. Nee, ik heb je al uitgelegd. Jij zei, kom, we gaan opnemen. Ja, ook goed. En welkom bij Roblox. En dit spel heet... Nu al vergeten, snap ik. Ja, Jailbreak. Jailbreak. Tegenwoordig is het best populair met Roblox. Ja, ik probeer even goed te doen dat ik een first person kan. Oh, ja, oké. En wat ons doel is, tenminste wat we gaan proberen, is denk ik een bank overvallen. We kunnen hem vallen. We moeten eerst kijken of deze deur open kan. Oké, we zijn te laat hieruit gegaan. Dan nu zitten we hier vast. We zitten dus hier vast. Nou, dan wordt het heel even wachten, denk ik, Mike. Ja. Het gaat al gelijk goed, joh. Super. Als jullie... Nee, wacht, ik ga het nou nog niet zeggen. Nou, beetje jammer, dit. Ja. Nou, dan leg je maar uit wat je allemaal gaat doen. Oh, goed. Oké. Wat we bij dit spel dus kunnen doen, zal ik het zo uitleggen. Je kan ten eerste kiezen tussen of je politie wil zijn of, prisoner. Wij zijn nu dus prisoner. Zie je aan het pakje. Kijk, zie je deze gast hier. Kan je zien aan het pakje dat prisoner gear is. Mm-hmm. En wij mogen dus zeg maar als het goed is ontsnappen. En dan mogen wij ook weer criminelige dingen doen. Criminelige dingen? Ja. Hoe jij dat zegt, criminelige dingen. Ja, zoals ik net zei van een bank overvallen. En als wij bijvoorbeeld de bank hebben overvallen... Ja, het is toch beta, hè? Ja, beta. Oftewel, alles komt er later nog veel beter uit te zien. Ja, het komt er later inderdaad beter uitzien, want dus... Ja, dan kan je veel mee dingen doen, want nu is er maar één bank waar je kan overvallen. Maar inderdaad, zoals Mike zegt, één bank wat er is, dus we moeten nog even wachten... Maar jezus, doe die deur het, open. Wel helemaal gehad. Ja, inderdaad, doe die deur eens even open. Knock, knock. Ik kan ook gewoon zelf resetten. Ja? Was spannend als goed is in een cel. Ik ga hem zelf resetten. Ik heb het ook gedaan. Ga je in een cel of staat er release in zoveel tijd? 20 seconden. Oh. Weet je wat op zich wel leuk is? Als je muis onder je bed doet, dan gaan de laadjes open. Ja, inderdaad. Even op mijn bed springen. Kan ik Mike zien trouwens? 5, 4, 3, 2, 1. Dan gaat de cel deur open. 3, 2, 1. Naar de trap. Mijn deur is open. Hé Mike, achter je. Oh, nu zit deze deur weer dicht. Kom maar, zit die gast in de kast dan. Chips! Hoe doe je dat? F. Oh, al staat er van boven. F. Ja, wat een kaart. Hey, je hebt bijna mij aan het hitten. Sorry. Ik hou er. You die. Ja, je hebt weer mij. Je hebt trouwens je kettingen. Weet ik. Ja, hij is dood. Nice. Een kop. Deur open. Hey, aan de kant, laat mij erin slaan. Ja, nice. Wat doe je erin? Jezus. Boy, ik lig daar helemaal. Oké, daar gaan we. Naar buiten, snel, naar buiten. Ja, kom. We zijn buiten. Er is nu één uitgang. We gaan ze gaan waarschijnlijk uit. Nou gaan we proberen... Hier is een uitgang. Zoeken. Oh, Mike zie daar. Maar hierop slaan. Waarop slaan? Wacht, oh, F. Oh, ja, go. Oké. Shit. Te laat. Overnieuw. Zeg wanneer die open is. Moet je zelf maar kijken. Zit jij een first person dan? Ja. Kan ik die zelf niet open doen van hier? Ja, kom! Nice. Ik heb hem open gedaan. Oké. Okay. Dan druk ik op C, dan ga ik kruipen. Ja, dan gaan we op C, dan gaan we... Even kruipen. Je kan nu al een politieauto pakken, maar... Nou, zo'n boefauto is leuker, denk ik. De gate gaat niet open. Nice. Nou, hier langs kan je. Dan ga je snel, dus stel als je kan naar een auto. Daar staan altijd auto's. Dat is een auto, dus ik ga wel in een eigen autootje. You escaped! Oh, you are not. Ah nee! Ik ben gevangen. Echt? Ja. Ja. Doei! Ja, ik zit in de cel.
Doei. Ja, Mike die gaat er vandoor. Doei. ja. Nou, ga ik alvast de bank voor beroven. Jij bent lekker daar, hè? Ik moet als gevangene heel even wachten. Wat doe jij dan, meneer? Ik weet niet wat die doet, maar oké. Okay. Nou. Ik ga nu even naar de plek waar je wapens dan al kan halen als een crimineel. Eerst ga ik mijn auto pimpen. Even kijken, oh, die moet deze kant op. Ren, ren! Zo, even leuk. Als jullie een muis hier in beeld zien, het spijt me daarvoor, maar... dat is nou helemaal zoals je in first person zit. Oké, ik ga nu naar de basis toe, dat is hier. Mappen. Ik heb het hier al open. Oké, pak je even een wapentje. Zo, wapentje gepakt. Ga je weer in de auto. Zo. Ben je ook weer vrij? Ja. Nee. Ren. Rennen. Nee. Even kijken, waar is die uitgang ook alweer? Oh, hier. Je kan me halen. Nee, ik pak wel een eigen autootje. Ik red het wel nu. Okay. Kijk, dit is mijn character. Yippie. Je bent nog geen crimineel. Bijna. Ik zie een You Escaped. Nou, dan gaan we heel even rijden. Ik ga even door de tunnel. Oh! Oh shit, nee. Ik ben gewoon genomen. Ben je gevangen? Oh, wow, ja. Ik ging naar de bank toe. Ja. Ik stond al stil, ik wou naar binnen even kijken. En even later kwam er een politieagent naar buiten gerend. Ja. En dan arresteerde hem. Deze auto, jongen! Zie je zo, meisje. Ja. Maar deze auto bukt. Ja, bukt ook, dus dat is niet erg. Oké. Okay. Laten we kijken of we nu weer verder kunnen. Nou, check al die armpjes zo. Ik ga een nieuwe auto pakken hoor, ik bedoel. Legt dat ook aan deze auto? Check. Oh shit. Mike, kom! Ben, rijd hem al opeens gearresteerd. Fuck. Ja, ik moet even rondjes rijden, want ik heb de politie een beetje op mijn dak. Oké, okay. Op je dak zelfs. Ah, nee, dat niet, maar... Maar je hebt toch geen huis? Ha! Grappig. Shit, hij gaat ook echt... Gaat hij nou... Wilt hij nou echt... Er is een brug! Ja, klopt. Die wist ik niet. Die wist ik niet. Dat wist ik niet. Die wist ik niet, joh. Mike, kom je? Lukt het? Een soort van. Even uitstappen uit die wagen, want ik bedoel... Yo, het lijkt als een tierenlier. Ik heb trouwens geen deel nog aan staan. Ik heb net een pistool bemachtigd. En een shotgun. Oké, hoe ga ik hier wegkomen? Ik heb geen keycard. Ik zie je! Zie je die gele auto die nu een beetje beweegt? Ja. Naar beneden. Hallo. Zo, ik ben zo dichtbij. Oh nee, die gaat even de keycard. Laat me vrij. Gaat er door. Spin. Ice. Hi dan. Welke kant moeten we op? Deze kant? Ja. Moeten we door de tunnel? Nee. Maar ik pak mijn eigen auto. Oh, ja. Handig. Hey. Dan weet ik ook welke... Oh, die kant op. Oké. Waar heb je vanochtend het nog gedaan, man? Ja, ik ben nou over de kluts kwijt. Ja, daarnet ook. Toen lijkt het wel. Jongen, Baron heeft Stika daar twee keer daarvoor ook al gedaan. Dan gaat je het weer. Ja, maar toen waren we politie. Ik heb net over hier heel iets anders, maar ja. Ik ga even mijn auto pimpen. Dus dat een ander printje erop staat, zou ik het zo zeggen.
Oh ja, de toeter is trouwens als je op de haal hebt. Dan net wist ik niet hoe dit moet. Kijk of ik het nou wel weet. Ben je als je... Hi, politie agent. Oké, waar kan ik allemaal op drukken? Links van je, rechts van je. Ja, maar op welk plaatje kan ik zou ik drukken? Drukken. Maar als je een standaard kleur kiest, dan kost het wel geld, maar ja. Oh. Hoeveel? Ik heb al genoeg geld, hoor. Ik heb maar 14. Oh. Oké. Okay. Oh, shit.